Inwoners van Arnhem, Oosterbeek en zelfs Renkum klaagden vorig jaar over geluidsoverlast van het Free Your Mind Festival in Arnhem. De wind stond ongunstig en dus was het festival tot ver te horen. De signalen zijn bij de gemeente en bij de organisatie binnengekomen en die hebben maatregelen genomen. Het festivalgeluid is ook vandaag goed in Arnhem te horen. De omgevingsdienst controleert op meerdere plekken in de stad of het geluid niet te hard is. We zijn vandaag begonnen om 1 uur en we zijn er tot iets over 11. En wat zijn de conclusies tot nu toe? Tot nu toe gewoon voldoet op de zondag. En ook op het terrein zelf wordt gemeten. Zie je het ook weer geconfronteerd om gewoon netjes te onderzetten? Zaterdag was het festival ook al. Tot zondagmiddag zijn er 17 meldingen binnengekomen over geluidsoverlast. De organisatie heeft zijn best gedaan om maatregelen te nemen het geluid te dempen. Ik denk dat het belangrijkste is dat wij met line array systemen werken. Die het geluid zoveel mogelijk aan het einde van de tenten en de steeds oppervlaktes laten stoppen. Alleen waar je mee blijft zitten is natuurlijk water bijvoorbeeld en wind. Daardoor blijft geluid heel ver dragen. De gemeente Arnhem heeft het afgelopen jaar de regels aangescherpt. Het geluid mag daardoor minder hard staan, maar dat voorkomt niet alle hinder. Een festival met muziek waar duizenden mensen ook op bezoek komen, ja, dat kan niet anders of het levert ook overlast op. We proberen